Mijn naam is Ares. We zijn hier nu in mijn studio slash slaapkamer, ergens op een verborgen plek in Nederland. En hier gebeurt alles. Yo, ik ben Dennis. Ik ben vriend van Ares. We maken samen muziek. Dus ik druk op het opneemknopje. Dat is ook heel belangrijk, anders dan kan hij niks opnemen. En ja man, ik ben veel inspiratie voor Rens, denk ik. Anders kan hij niks maken. Als ik er niet bij ben, lukt niks. Nee, dat is niet waar, want jawel. Ik heb bijna helemaal album in mijn eentje gemaakt. Nee. Wij kennen elkaar nou, denk ik, 3 jaar of zo. Via carnaval. Ik was met een vriend van mij naar een plaatselijke discotheek. Maar verschillende carnavalsliederen werden gedraaid. Daar was deze jongen ook. En hij was verkleed als Wiz Khalifa. En dat zou je het beste kunnen interpreteren als gast die helemaal niet op Wiz Khalifa lijkt met een afro-pruik. En deze kleren die had hij gewoon aan eigenlijk. En een pruik. En een paar weken later gingen we een keer beat maken of zo. Dus ik weet ook niet. Maar in ieder geval, hij was Wiz Khalifa met carnaval. Daar ken ik hem van. Ik heb onlangs mijn album afgerond, mijn debuutalbum. Maar voordat dat uitkomt, komen er nog een paar andere dingen uit. Eerst komt er een EP uit. En dat hebben we al 2 keer eerder gedaan met Zolang de Wereld Draait en Pirouette. Dat is een EP die vernoemd is naar de single. En de single is 100.000 plekken. Dit is onze eerste single. Hij is geproduceerd door Ares en mij. Iets meer door mij dan door Ares. En ik vind dit de hardste tune van 2014, man. Ik ben op een reis naar 100.000 plekken, zonder bagage. Mijlen ver van jou, maar als ik kom was ik naast je. En als het moest, droeg ik je op mijn rug. Gingen weg en kwamen nooit meer terug. Ik ben op een reis naar 100.000 plekken, zonder bagage. Mijlen ver van jou, maar als ik kom was ik naast je. En als het moest... Het is sowieso een hele nieuwe, verse sound. We hebben andere muziekstijlen gebruikt, denk ik. En we zijn dingen gaan experimenteren waar we normaal nooit zouden zijn opgekomen eigenlijk. En wat voor mij ook nooit is gedaan hier in Nederland of... Ja man, dat moet je wel zeggen man. Ja. Dat is echt pretentieus. Maar het is wel zo, denk ik. Eigenlijk het hele album heb ik samen met Dennis geproduceerd. En toen ben ik in november gestopt met school. Toen ben ik in mijn eentje eigenlijk het album gaan afmaken. Dus alles opnieuw opnemen en details bijwerken. Dit is de track Catfish, die komt als bonus track op onze EP. In de stad met zwarte kleren, zwarte schoenen en een zwarte bril. Het leven niet begrijpen, dat is wat ik wil. Gin en al mijn 7-up, hoodie op mijn kop. Elke poena haten zou me zeggen, doe niet fucking tof. Dat is op, de downs zijn voor clowns in het house. Met de keten en een body en een vrouw op een trousers. Yo, alle mensen in de wereld die dit filmpje kijken. Mijn naam is Ares. En als je mijn muziek vet vindt, thanks. Als je mijn muziek niet vet vindt, ook thanks. Ik hoop dat jullie mijn shit dit jaar gaan checken. Want ik heb het voor jullie gemaakt. En ik weet zeker dat jullie het leuk gaan vinden. En anders dan word ik emotioneel, ga ik aan de drugs en kom ik nooit meer terug. What's up? Ga je vriend of is ik nog? Niet naar chicks met de lipstick op mijn bitch. Sipping Patrick of Abista, hou de vol, ik maak de clipjes los. String houd de pips op, ze beurt niet voor de boy, je benen splitsen op. Op douche ik niet, dan lig ze toch. Grappig, goed, mooi, niet alles verandert nu. Ze kijken elke dag naar mij, Ludo Sander.